Insecten tellen in het boerenland. Presentaties gemaakt door Antonie Stip en Kars Veling, dat ben ik zelf, van de Vlinderstichting. Als je een kind vraagt om een tekening te maken van een bos, een oerwoud met alle beesten die daarin voorkomen, dan krijg je dit soort fantastische plaatjes. Een gigantisch groot zoogdier, een jaguar of een luipaard. Een groot reptiel, een gigantische vogel, een toucan. En ja, ze waren ook een vlinder, een redelijk grote vlinder, maar verder heel weinig insecten. Als je een wetenschapper vraagt om een tekening te maken van datzelfde bos, met de dieren die erin voorkomen, dan zou je dit soort plaatjes moeten krijgen. Klein zoogdiertje, mini-reptieletje, klein vogeltje, een worm, een flinke worm, maar vooral heel veel insecten, een gigantische mier en een gigantische vlinder. Biomassa van insecten is verreweg het grootste in bijna elk leefgebied wat je ook maar bekijkt. Insecten vormen de basis van heel veel ecosystemen. En Edward Wilson die zei het al in 1987. Insecten, dat is the little things that run the world. Enorm belangrijk. Ook als we naar de Nederlandse biodiversiteit kijken, naar de planten en dieren die hier voorkomen, dan zie je dat insecten een heel groot deel uitmaken van wat we hier in Nederland hebben. Blauwtinten, dat is de dieren. Dan zie je dat inderdaad de donkerblauw, de geleedpotigen, ja, verreweg het grootste deel uitmaken. Insecten zijn enorm belangrijk in ecosystemen, bepalen ook vaak hoe ecosystemen, hoe landschappen eruit zien. En het gaat niet goed met de insecten, dat weet iedereen. Een paar jaar geleden een geruchtmakend onderzoek in Duitsland, in Duitse natuurgebieden, waaruit bleek dat er een gigantische achteruitgang was van de insecten. Het werd gedaan in 63 Duitse natuurgebieden waar jarenlang malaisevallen werden gezet. En die malaisevallen, voor de beestjes die erin komen is het inderdaad malaise. Want vliegende insecten komen in die val, die worden in een vloeistof opgevangen en gaan dood. En worden eens in de zoveel tijd opgehaald en verzameld en netjes verwerkt. En door de gegevens van die 25 jaar op deze manier insecten te verzamelen, zijn verwerkt en daaruit kwamen de schokkende resultaten. Hier zien we een aantal van die locaties. Een beetje variatie wel, één keer iets meer, ander iets minder. Maar de trend is zeer duidelijk. De achteruitgang van insecten, van de biomassa, van het gewicht van de insecten. Hè, er is niet naar de soorten gekeken, maar er is echt naar het gewicht gekeken. Is 75-76%. Gigantische achteruitgang. Hier even alle individuele plots. En de kleurtjes geven het jaar aan. Hè. De hele donkerblauw, dat is vanaf 1989... steeds lichter blauw, tot ergens in 2004 en vanaf 2005 wordt het een beetje een geel tint. En donker oranje is dan inderdaad 2016. En dan zie je inderdaad dat die oranje vlekjes vrijwel allemaal een stuk lager liggen dan de blauw tint. Er kwam de vraag van hoe zit het nou in Nederland? Dit is Duits onderzoek, de Tweede Kamer had een hoorzitting. En hoe zit het nou in Nederland? Weten we daar wat van? Nou, eigenlijk heel weinig, alleen is er wel het landelijk meetnet vlinders. Vanaf 1990 worden vaste routes op een vaste manier elke week geteld. In natuurgebieden, in stedelijk gebied, maar ook in landbouwgebied. Hieronder zie je een aantal graslandpercelen waar ook routes geteld worden met netjes de nummers van de secties erin. Dat zijn gegevens die dus heel op standaard manier gestandardiseerd verzameld zijn en daaruit kun je op een gegeven moment harde conclusies trekken over voor- of achteruitgang. En als je dat dan gaat bekijken, hier zie je de grafiek van de Duitse gegevens, hè, van het insectengewicht uit Duitsland. En als je daar de Nederlandse dagvlindertrend overheen zet, dat is die groene lijn, dan zie je dat eigenlijk de trend heel vergelijkbaar is. Ups en downs, wat topjes en wat dalen. Maar de trend, de lijn die je er doorheen zou kunnen trekken, is echt hetzelfde. En ook die vlinders gaan dus heel sterk achteruit. Nederland net zo hard als die, of iets minder hard als die insecten in Duitsland. En dit geeft wel aan dat waarschijnlijk voor veel insecten die achteruitgang zo sterk is. Een sterke achteruitgang van insecten heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor allerlei andere soorten, want heel veel soorten zijn afhankelijk van insecten als hoofdvoedsel. Hier zie je die vleermuizen bijvoorbeeld, die zijn allemaal afhankelijk van insecten. Amfibieën voor een heel groot deel afhankelijk van insecten. Vogels, meer dan de helft van de vogels zijn insecteneters. En zeker in het vroege voorjaar,
ze jongen hebben, dan zijn insecten, rupsen, maar ook allerlei andere insecten, enorm belangrijk stapelvoedsel. Die vormen de basis van de hele voedselketen. Geen wonder dus ook dat ook in die insectenetende vogels er een echte sterke achteruitgang is. Hier echt een boerenlandvogel, de veldleeuwerik. En ja, in 1975 hadden we daar nog 500.000 tot 750.000 broedparen van in Nederland. In 2000 was dat nog maar een tiende, 50.000 tot 70.000. En recent is er weer een atlas uitgekomen met de gegevens tot en met 2015. En toen waren er nog maar 35.000 tot 45.000 veldleeuweriken. Inmiddels zijn we alweer 5-6 jaar later. En ik denk niet dat het sterk is toegenomen. Het zal nog verder achteruit zijn gegaan. En de achteruitgang van insecten speelt daar ongetwijfeld een heel belangrijke rol in. Tellen van insecten. Ik vertelde net al over het dagvlindermonitoring. De routes, de dagvlinderroutes die ook in het landbouwgebied geteld worden. Nog even twee andere onderzoeken die speciaal in landbouwgebied zijn uitgevoerd. En dan begin ik met de vogelakkers. Vogelakkers is een manier van akkerbouw. Die is ontstaan in Groningen onder bezielende leiding van de werkgroep Gouwe Kiekendief. Om daar in het akkerlandgebied in Groningen de Gouwe Kiekendief meer leefgebied te geven. Inmiddels wordt dat al veel toegepast daar. En ook inmiddels in allerlei andere delen van het land. In Flevoland, in Noord-Holland. En in Noord-Holland hebben wij daar als Vlinderstichting onderzoek gedaan naar de effecten van die vogelakkers op de natuur. Vogelakker, dat is een combinatie van stroken met eiwitgewas, lucerne, maar kan ook rode klaver zijn bijvoorbeeld, en natuurbraakstroken. En dat eiwitgewas wordt regelmatig geoogst, dat is de productie, maar die braakstroken die liggen er steeds tussen. En ook daar zitten natuurlijk heel veel verschillende dieren in. Dat hebben we onderzocht door een aantal van die vogelakkers nemen en in de buurt daarvan, in de directe omgeving daarvan, ook een standaardakker. Om te kijken van, zien we nou ook verschillen tussen die vogelakker en een standaardakker. Hier het voorbeeld van klaver, perceel in Noordburen. Op die percelen, zowel op het reguliere akkerland als in die vogelakkers, werden routes uitgezet, werden alle insecten, alle vlinders in ieder geval geteld. Er zijn plots uitgezet waarin ook de andere bloembezoekende insecten zijn geteld. Hommels, bijen, zweefvliegen. En er is gekeken van, hoe zien we nou verschillen tussen die twee? En dat bleek het geval. In die vogelakkers zaten echt aanzienlijk meer vlinders dan in die referentieakkers. En datzelfde gold eigenlijk ook voor de bloemenzoekende insecten, de hommels, de bijen, de zweefvliegen. Veel meer binnen de vogelakkers dan in die referentiegebieden. Er zitten natuurlijk veel meer bloemen in die vogelakkers. En dat is een van de belangrijke redenen dat daar natuurlijk veel meer van die insecten zitten. Want bloemen en vlinders, bloemen en bijen, bloemen en zweefvliegen, dat is een hele sterke combinatie. En hier zie je dat terug. En daar waar weinig bloemen waren, waren ook zeer weinig vlinders aanwezig. En hoe meer bloemen er waren, hoe meer vlinders er ook waren. Daar zijn die vogelakkers natuurlijk uitstekend geschikt voor. Hier een voorbeeld van bloemen en vlinders, of eigenlijk een bloem, een bloemhoofdje van speerdistel, met daarop 8 zwartsprint dikkopjes. Nou, fantastisch plaatje, spectaculair, maar eigenlijk een heel slecht teken. Dit plaatje is gemaakt in 2018. En zelfs op die vogelakkers was door de grote droogte die toen speelde, maar heel weinig nectar te vinden. Dus als er dan wat bloeide, ja, dan zaten alle vlinders uit de buurt ervan ook op die ene bloem. Dus het is een prachtig plaatje, maar eigenlijk geen positief plaatje. Er waren wel positieve ontdekkingen ook tijdens dat onderzoek. Uiteraard, de meeste soorten die je in die vogelakkers tegenkomt, dat zijn de redelijk mobiele, de redelijk algemene soorten. Die zitten in die buurt, die komen ook snel in die vogelakker. Maar ook een moshommel bijvoorbeeld, dat is best een heel zeldzaam beest. Ook die bleek die vogelakkers te kunnen vinden en ook daar inderdaad heerlijk de bloemen bezoeken en daarvan profiteren. Dus ook zeldzame soorten kunnen op die vogelakkers voorkomen. Heel grappig resultaat was nog wel de klaverspanner. Tijdens één telling werden er op zo'n vogelakker meer dan 1000 klaverspanners geteld. Dan moet je al flink je best doen om dat voor elkaar te krijgen. Nou, echt geweldig natuurlijk en spectaculair. Het was eigenlijk door een foutje. Wat precies was weten we niet. Maar of die lucernestrook, die eiwitstrook was net wat te breed.
Of de maaibalk was net iets te smal, maar in ieder geval bij het oogsten van dat eiwitgewas was er een strook van zo'n meter over de hele lengte blijven staan. En dat waren de plekken waar al die klaverspanners op een gegeven moment zich hebben kunnen ontwikkelen en uitkwamen vliegen als vlinder. En die hebben zich vervolgens in die eiwitgewas ook weer verder kunnen voortplanten. Maar door een toeval hebben ze dus inderdaad daar overleefd. En dat is natuurlijk ook een lering van, hey, zorg dat er altijd delen blijven staan als je oogst ook. Leg dan zoveel aan dat je inderdaad ook de ruimte hebt om stukken te laten staan, zodat daar dit soort beestjes groot kunnen worden. Tot zover de vogelakkers, dan nu nog naar het BIMAG-project, Boereninsectenmonitoring Agrarisch Gebied. Nieuw project, vorig jaar 2019 hebben we daar een pilot voor gedraaid en we, dat is dan LTO Noord, Boeren Natuur en de Vlinderstichting samen. De aanleiding van die vindingen uit Duitsland, hè, die sterke achteruitgang van die insecten, werd echt gedacht aan ook door LTO en door Boeren Natuur van hoe kunnen we nu ook kijken hoe het hier in Nederland op ons boerenland zit. Hè, veel onderzoek vindt plaats in natuurgebieden, maar juist ook in het boerenland willen we weten hoe het met de insecten gesteld is en daar is dat BIMAG-project uit ontstaan. Pilot hebben 21 deelnemers aan meegewerkt, verspreid door Nederland. Er is gekeken naar dagvlinders via die monitoringroutes, hè, die routes die net al werd uitgelegd. Maar er is vooral gekeken naar nachtvlinders. Op diverse bedrijven, op weidegebieden, maar ook op akkerland en ook in fruitteeltgebieden, dus diverse locaties. Biologisch en gangbaar, ook natuurinclusief, om echt een beetje goed die spreiding te krijgen. Die dagvlinders werden dus via routes geteld. De nachtvlinders zijn geteld via de zogenaamde ledemmers. En die zie je hier staan, midden in een graslandperceel. Een grote emmer met daarin eierdozen. Een ledlamp erboven met een trechter. De vlinders worden aangelokt door dat licht, komen in die trechter, door die trechter in de emmer. En kunnen er niet meer uitgaan, zich verstoppen in die eierdozen die daar liggen. En op die manier kun je de volgende ochtend de emmer voorzichtig openen en kijken wat er allemaal aan vlinders in te vinden is. Het leuke van het BIMAG-project is dat in principe de boeren zelf die tellingen doen. Die boeren zelf zetten die ledemmer neer. Hij gaat automatisch aan 's avonds en automatisch uit 's ochtends. De boeren gaan er 's ochtends op pad om te kijken wat zit er in die ledemmers. 3 ledemmers per bedrijf. Eentje in de tuin of op het erf. Eentje in de reguliere landbouwstuk, dus in een weiland of in een akker of in een boomgaard. En 1 ledemmer op een plek waar speciale maatregelen zijn genomen. Bijvoorbeeld bloemenranden aangelegd of op een andere manier gemaaid. Om te kijken van, hey, wat is het effect daarvan. Nou, geweldige resultaten. En we zijn vorig najaar begonnen. En eigenlijk in de zomer, zeg maar, in augustus. En dan waren er echt soms dit soort beelden. Dus dat je echt een hele eierdoos vol hebt met vlinders. Geweldig stimulerend natuurlijk ook voor de boeren die tellingen deden. Dat er niet steeds maar lege emmers te tellen waren. Maar dat er echt ook soms zelfs heel veel vlinders te zien waren. En op die manier krijgen we al een heel mooie indruk van die 21 proefbedrijven, van hoe het zit met de nachtvlinders op die bedrijven. Sommige soorten echt heel veel gezien. De gewone grasuil, 1092 maar liefst. Echt ook veel soorten. Ook wel soorten van de rode lijst. De voorlopige rode lijst die er is van de nachtvlinders. En in alle 3 de ledemmers per bedrijf werden wel vlinders gevonden. Ook in het hele reguliere grasland of reguliere akker bleken toch nachtvlinders te zijn die daar ook voorkomen. Dat is ook weer een leuke waarneming. En vooral ook de boeren waren echt heel enthousiast over. En hier een quote. Afgelopen nacht voor de 6e keer de emmers gezet in Waterland. Na een lage opbrengst van vorige week. Nu weer een mooie vangst. Gemiddeld 40 per emmer. En dat is echt natuurlijk heel veel. Als je 3 emmers hebt staan en gemiddeld 40. Dan heb je het echt over een hele grote hoeveelheid aan gegevens. En ook veel verschillende soorten. Kortom, een succes en dit jaar wordt het uitgebreid. Er komen meer boeren die daaraan mee gaan werken. Nog niet gigantisch groot, we willen het voorzichtig uitbreiden. Maar het is wel de hoop dat op een gegeven moment over 5 jaar, dat we gewoon op honderden boerenbedrijven op deze manier dagvlinders via vaste routes worden geteld. Nou, hier wil ik bij laten. En mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar mijn collega Anthony of naar mijzelf en dan kunnen we u beantwoorden.